Yo mensen, ook een nieuwe video, Hipkafloris. En vandaag gaan wij een half uur pushen met Hog Rider 2.6. Laat die like achter, we gaan voor 2500 likes en ik zit op mijn account. En het is een partij pijnlijk. We weten allemaal hoe de vorige Hog Rider 2.6 video gegaan is. En we weten allemaal, nee dat weten jullie niet, maar dat weten jullie nu wel. Kijk heel veel mijn cups. Even ogen dicht, nou ja, ogen dicht. Ik zeg kijken, dat is moeilijk zonder kijken zonder ogen. Maar in ieder geval, kijk even naar mijn cups. Oké, genoeg gezien. We staan 260 onder de top 1000 van de Nederland. Dat kan niet. Maar, het enige voordeel aan dit is, dat dit het moment is. Om eindelijk die halve push video Hog Rider 2.6 te doen. Want kijk, Hog Rider 2.6 is niet het makkelijkste deck. Daar komt ook nog eens bij kijken dat ik echt heel slecht ben in Hog Rider 2.6. Dus daarom is nu het mooie moment om er een halve mee te spelen, om ermee te oefenen. Op een wat minder hoog niveau dan dat ik normaal gesproken speel. En ja, als het dan nu niet lukt, wanneer... Oh nee, we komen gelijk tegen Golem. Oh, nee, misschien niet. En als het dan nu niet lukt, ja weet je, wanneer lukt het dan wel? Snap je wat ik bedoel? Weet je, dan lukt het nooit. Dus het is nu een mooi moment om gewoon nu die halve push video te rammen met Hog Rider 2.6. Een soort van laatste optie ooit, dat we ook met de Firecracker gedaan hebben, maar nu echt een half uur lang. En als we nu niet omhoog komen, na een half uur pushen, of niet... Eigenlijk wil ik wel gewoon flink omhoog. Als we nu niet flink omhoog komen, het is toch wel Golem. Na een half uur pushen, ja weet je, dan moet je ook gewoon zeggen van... Floris, Hog Rider 2.6, leuk deckie. Zeker niet voor jou. Dus dat is nu een beetje de challenge. Doen we de kanon hier, die gaat helpen met de minipacken. Dan ben ik benieuwd of hij een lightning heeft. Nou ja, weet je, als hij met een musketier hier door... Oké, sowieso geen lightning anders. Of hij, misschien heeft hij wel een lightning, maar dan... Oké, dat was echt een heel raar geluidje. Dat weet ik voor ons. Dat weet ik, kijker. Oh, dat is wat chill trouwens. Oh, dat is heel... Die musketier. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar die switcht en switcht. Die blijft dus op de goede troep. Wacht ik heel eventjes. Want ik denk nu dat hij met gang komt. Want hij heeft minipackers dus niet in cycle. Inderdaad. Kijk, boom. We kunnen het wel, boys. We kunnen het wel. Wat is trouwens dit voor een deck? Tegen wat voor deck zijn we aan het spelen? Ik heb echt geen idee. Maar dit is wel een sterk begin. Maar je moet oppassen, want Golem is gelijk ook het deck dat ik het moeilijkste vind om tegen te spelen met Hog Rider 2.6. Omdat het gewoon een moeilijk deck is. Hij heeft nu wel eens een minipack aan gebruikt. Dus ja, dan denk ik nu dat zijn toren weg is. Want hij heeft nu geen goede kaart om veel damage te doen in één keer. En misschien een Night Witch, maar ja, dan ga je niet de toren meer redden. Inderdaad, toren weg. Oké, top. Heeft hij dan opgegeven of gaat hij Golem zijn? En gaat hij nu gewoon... Een Golem in de back poppen. En kijken wat het... nou, ik denk dat hij opgegeven heeft. Laten we de Ice Golem hier droppen. Oké. Wacht nog heel eventjes. Voordat hij gek gaat doen. Nee. Oké, top. Boys, eerst potje heel easy binnen. En kijk, dit eigenlijk wil ik gewoon... Dat in ieder geval de eerste helft van de video... Nou, niet zo goed gaat als dit. Maar in ieder geval... Ja, dat wil ik wel. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar in ieder geval dat het wel redelijk gaat. Of in ieder geval op dit niveau. Dat we gewoon... Easy W's aan het pakken zijn. De eerste is binnen, boys. Hog Rider 2.6. Halve push video. Let's freaking go. We gaan de profiels gewoon laten zien. We gaan gewoon laten zien dat we hier winnen. Van iemand met 6200 PR. Ja, weet je, dat is ook niet heel knap of zo. Maar we moeten eventjes die... De Hog Rider 2.6. Je moet het leren. En dat zijn we nu aan het doen. En het is prima dat we nu tegen wat minder goede spelers komen. Let's go. Misschien winnen we alles. Oké, nu moeten we niet scoren. We hebben één potje gewonnen. Vul eens even nu normaal doen eigenlijk. We hebben één potje gewonnen. Oké. Drop ik de musketier. Oké, hij heeft Hunter. Ik moet ook even iets meer gaan opletten. Want ik was net niet per se... Ja, dat was ook niet echt nodig. Maar ik was net niet per se hard aan het opletten of zo. Oh, waarom gebeurt hij zijn dash niet? Ik probeer steeds die dash te predicten, maar hij gebruikt hem maar niet. Oké, prima verdediging. Battle Ram Hunter. Golden Knight Ice Golem. Oké. Dan gaan we gewoon weer opwijderen. Dan heeft hij ook nog een... Oké, hij heeft dus ook een Royal Ghost. Oh, dit is wel een vuurballetje. Dat was eigenlijk wel een vuurballetje. Even kijken of we... dit is wel eventjes vervelend. Dit is nog steeds een vuurbal. Waarom doe ik hier geen vuurbal voor? Ja, ik weet dat hij dash nog heeft. Volgens mij heeft hij dash nog, maar ik kan nu niet... Ah, hij heeft geen dash. Hij heeft de dash al gebruikt. Ik kon even nu niet iets doen. Oh, dat valt heel erg mee. 1 of 2 hitjes van de Royal Ghost was alles wat we daar hadden.
gaan we gewoon weer natuurlijk in de avond met de Hogwarder. Precies goede timing dat de Hogwarder net voor de musketier zit. Helaas gaat die musketier denk ik, nee, die gaat niet dood door de barbarrel. En dat kwam doordat die barbarrel verkeerd gedopt was en de toren eventjes mee hielp. En dan gaat helaas de Royal Ghost net niet neer. Dus dan moeten we eventjes dit doen. Zo, en dan gaat de Royal Ghost hier wel van neer van. Leidt dat ook nog even de barb af. En dan is dit weer heel lekker begin, boys. Dit is mooi, dit is top. Heeft hij dan 3 muskies? Zou hij dan 3 muskies hebben, jongens? Ik denk het wel met die Heal Spirit. Had hij volgens mij... Oh, dat is het vorige potje. Nee, dat is dit potje. Oké. Laten we dan nu maar eventjes vuurballen. Dan hebben we helaas niet de... oh my god. Die Ice Spirit maakt daar eventjes een chille awakening. Kanon. Musketier, altijd musketier staggen, Ice Golem P voor de Royal Ghost. En dan is dit top, boys. Bijna geen damage. Helemaal geen damage genomen van die push. Gaat hij waarschijnlijk 3 muskies in de back droppen. Wat ik denk dat ik ga doen, is dit. Dit voor de Hunter. En hij heeft opgegeven, net zoals de vorige gast. Boys, gaan wij nu mensen laten kwitten met Hook 2.6? Is het zo'n dag? Ga ik eventjes die commentator van voetbal nadoen tegen Spanje. Is het zo'n dag dat wij gewoon mensen gaan laten kwitten met Hok 2.6? 2 kwittes op rij, boys. Wat gaat dit voor video worden? Maar dit is in ieder geval een lekker beginnetje. Misschien had ik gewoon een beetje omhoog moeten pushen. Misschien was het niet nodig om zo laag te zitten. Maar we gaan denk ik zo die top 1000 ook, hè, straks even volledig ingaan. Dit is nu gewoon een normale speler. 7600 PR is echt niet laag voor hoe laag we nu zitten. En dat is ook de reden dat ik die PR's wil gaan checken. Want dit was zeker niet zo'n hele slechte speler. Oké, dan gaan we door. We zitten nu nog 180 onder top 1000. Dus ik denk als we alles nu winnen, tot nu toe komen die top 1000 net binnenstrompelen. Of nou net, dat moet lukken. Maar dan moeten we alles winnen natuurlijk. Dat gaan we ook voorzien. Maar dit is een goed begin. Oké, we doen Ice Golem P voor de bats. Level 12 bats. Dit is lekker. Dit is echt chill. Oké, we gaan nu wel even concentreren. We hebben nu 2 hele makkelijke potjes gehad. Het kan niet zo makkelijk blijven gaan. Oké, Meganite. Dat vind ik al gelijk al een vervelende kaart. Met Hogwarder 2.6. We hebben geen Ice Golem in cycle. Ik kan hem omcirkelen. En dan met een Ice Spirit leuk gaan doen. Oh nee. Ja, nu wordt het gelijk moeilijk. Dit was volgens mij ook. Ja. Ik weet niet wat het bij mij is. En met Archer Queens. Oh, dat is toch ook wel lekker hoor. Daar komen we ook. Oh, zo. Misschien had hij geen elixir trouwens. Misschien was het geen misspeld. Gewoon geen elixir. Dat scheelt trouwens wel heel erg. Dat we deze Hogwarder damage pakken. Maar ik weet niet wat het is. Maar met Hogwarder 2.6 heb ik een partij moeite met Archer Queens. Ik weet niet hoe ik ze moet afleiden. En zeker als hij dan ook nog iets van een Mega Knight heeft. Dan wordt het helemaal vervelend. Want. Hou ik net mijn ding weg. Dit is niet helemaal value. Laten we het gewoon maar toch op deze manier doen. Wat is zo'n grote spel? Hij kan geen leiding of rocket hebben. Dat kan niet met dit deck. Dus we kunnen denk ik gewoon chill. Nou ja, het kan wel. Want hij heeft wel weer die Archer Queen. Ja, ik wil hem niet... Ik denk dat het misschien de tactiek is om hem niet een Mega Knight eerst te laten droppen. Want als wij Hogwarder droppen en hij dropt daar een Mega Knight op. En dan komt die Archer Queen erachter, wordt het te veel voor mij. En dan weet ik niet meer hoe ik dit moet stoppen. Nou, nu is het gewoon hetzelfde en op een andere manier. Krijg toch ziektes. Oh, krijg je helemaal geen ziektes, jongens. Alsjeblieft, krijg geen ziektes, jongens. Oh. Kunnen we die duwen? We kunnen hem niet duwen. Maar dit was dus nog nodig, die Ice Golem. Dit gaat echt leuk worden, maar niet uit. Hij heeft... Het enige voordeel is dat hij misschien geen grote spel heeft. Ik ga dit laten gaan, want als ik hier Hogwarder voordoe, doet hij alsnog een Mega Knight. En misschien dropt hij nu... Chill, musketier leven. Top, we moeten die kanon gaan gebruiken. Boys. En meer musketiers gaan cyclen, want volgens mij heeft hij helemaal geen grote spel. Hij heeft alleen een Z misschien.
is geen goede speler. We gaan dit ook niet verliezen. Ik wil hem even... Ik weet dat hij Mega Knight heeft. Ik weet het natuurlijk. We zijn niet gek. Maar ik wil Mega Knight inderdaad iets te vroeg laten droppen. Zodat die musketier nog een beetje kan helpen. Snel, Ice Girl P. Hoppen, kijk die musketier. Kijk die musketier met één streepje levens. Kijk die eventjes zijn partij gaan rammen. Dan denk ik dat ik hier de chip wil gaan pakken. Ja, zeker. Want we gaan nu niet komen met onze... Hoppatee, dan gaat hij misschien ability nu gooien. Ja of nee, dat doet hij niet. Dan kunnen we die, is die dood. En dan moeten we nu gewoon vuurbal cyclen. We hebben dit potje gewoon binnen. We hebben dit potje gewoon binnen, boys. Oh nee, dit is een verkeerde placement. Ja, dit is een verkeerde placement. Dit zag ik niet aankomen, dat doet hij slim. Daar timed ik inderdaad voor. Ik timede daarvoor. Dat die Mega Knight zou gaan hitten. Dit is ook wel weer lekker hoor. Oké. Okay. In principe, zolang hij geen damage meer doet. Heel slim trouwens. Die lane switch was slim. Oké, okay, top. Dit is een vuurbal cycle, want hij gooit de Tesla. Zolang hij gewoon niet die damage gaat doen, kunnen we hem gewoon uitcyclen. Laat deze even helemaal aan de andere kant. Safe spot hier. Ik ben bang, ik durf niet te tellen. Nee, zie je, dat was niet genoeg. Oké, dat was nog niet eens, dat was nog best wel close op het einde. Maar we hebben gewonnen, zeker omdat we op een gegeven moment echt ziek achter stonden. Maar we bleven kalm. We winnen dit potje. Let's go. We blijven winnen. Gelukkig. Ik was even bang daar met die vuurbal log. Die kanon ook. Het was ook echt een slechte kanonplace met een laag PR. Maar we winnen wel en we gaan gewoon weer door. Het enige nadeel van zo laag zitten... is dat je tegen dit soort decks komt. Ik bedoel, waar speelden we net tegen dan? Mega Knight, Tesla... Gang, ja, Mega Knight en Hogwarts zijn niet heel gek combo, maar dit was gewoon een raar deckie. Het was gewoon een raar deckie waar we tegenkwamen. Dus dat is het enige ding. Je kon gewoon geen gekke deckjes en dan kan zo'n speler zo slecht zijn als weet ik veel wat. Dan kan het alsnog ontzettend lastig zijn om te winnen. Omdat het gewoon een counter deck is tegen jouw deckje. En jij gewoon niet gewend bent om tegen zo'n deckje als dit te spelen. Dus het kan allemaal... Oh, slecht een iceberg, die gaat ik niet hitten, nee. Ik nam daar een risico om mijn skellies niet te gebruiken om de musketier te defenden. En dat was uiteindelijk een goede keuze. We gaan dit loggen, want is die musketier namelijk dood van hem? Ja, en dat doen wij niet een hit, want hij gebruikt Skarmie. Oh. Lelijk weer. Kijk, het is een lelijk... Oh, het is een hele lelijke defense. Oeh, hokwaarder. Oké, okay, nee, het gaat allemaal goed. Oké, okay. Skarmie level 11. Wat zijn we ook aan het doen? Skarmie level 11. Oké, okay, hij heeft dus mini P.E.K.K.A. Skarmie voor onze hokwaarder. Tot nu toe. Laten we andere lane pushen. Dat dat handig is, komt die mini-pack. Komen wij Skellies. Log ook nog eens. Dan doen we helemaal geen hit. Nou, dan, dat scheelt. Hij is wel 2 elixir duurder. Wat betekent dat wij. Hij heeft net gelogd, dus hij gaat geen pre-log gooien. Maar wel pre-arrow. Zo, ik zat nog te denken. Zal ik de Skellies aan de rechterkant doen? Dacht van ja, ik zit nu toch laag. Waarom zou ik het doen? Wat gaat hij doen? Hij heeft net gelogd. Hij weet niet eens iets. Heeft hij gewoon een pre. Gooit hij gewoon een pre-arrows op mijn hoofd? Oké, okay, nou ja, prima. Hij heeft wel Skarmie, hè? Alsof hij Skarmie in de avond gaat doen. Top. Oeh. Ik wou Hogwarder, maar ik hield hem gelukkig van mijn vinger af. Want als, hij dat deed, of als ik dat deed, dan zou die Skarmie komen. En ik had geen pre-log. Dus dat was dom geweest om Skarmie te droppen. Oké. Dit kan op zich wel gewoon goed komen. Maar we moeten gewoon even wat rustig spelen. Dus Arrows en log. Dat is top. Want dan kunnen wij... Oh, heerlijk ook. Dan kunnen wij... Gaan we nou echt dit doen? Ja, we gaan echt dit doen. Oké. Okay. Nou, we kunnen nu best wel damage doen, want die mini-packer gaat eerst op de Ice Golem. Nou, het valt mee. Eén hitje, hè? Waar is je Hogwarder? Deze kant, dus we moeten hem daar droppen. Hou het hoog. Loggie is vervelend. Eigenlijk moet die log niet op defense gebruiken, want we willen die log voor de Skarmie hebben. Want als we die log voor de Skarmie hebben, dan kunnen we, weet je wat? Ja, we gaan risico doen. Vuur wel op Skarmie. Hoe goed werkt dat? Redelijk. We missen er 2. Oh. Musketier misplay. Oh, maar het is heel chill dat hij dan toch via de andere kant gaat met zijn Hogwarder. Dan zijn we op tijd. Dan kan die musketier toch helpen. Musketier misplay. Ik wou hem eentje naar rechts droppen. Je ziet ook dat deze speler gewoon niet echt een heel goed idee heeft wat hij aan het doen is. Ik denk niet dat hij de mini P.E.K.K.A. Psycho heeft. Ja, dan moet hij blijven Skarmie. En dan kunnen wij gewoon pre-loggen. Dit is dus wat ik deed heb bedoeld. Zolang wij kunnen pre-loggen, zijn we gewoon binnen. Droppen we de Ice Golem hier. Daar. Hmm,
Jammer. Ik wou mijn login in Psycho hebben voor de Skarmin. Dan was dit GG geweest. Maar ja, dan moeten we nog even iets langer wachten. Gewoon simpel zo doen. Drop ik even de musketier hier in de back. Dan gaat hij de andere alleen. Dan doet hij wel weer goed. Musketier neer. Top. GG. Iets te laat de log misschien. Ah, wizard. Oké, niet GG. Hij heeft ook een wizard. En dan doet hij log. Oké, nou, dan moeten we even iets langer wachten. Mooie Skarmin. Nee, we moeten hem niet gaan pesten. Oeh, slechte uitgaan over mij. Oh, nee. Oké, top. Oké. Twijfel daar, vuurbal, laat het gewoon niet doen. Oké, laten we het zeker wel doen. Winnen we weer. Het gaat tot nu toe allemaal best wel prima. Op het vorige potje, nadat we echt aan het stressen waren, hebben we de andere drie potjes best wel lekker gewonnen. En ik denk dat jullie ook wel aan het genieten zijn. Want misschien is het niveau een beetje lager dan normaal. Maar het is wel weer leuk, want we winnen. Weet je wel, 5600 is ook weer niet dramatisch. Dan zitten we nu op... Even checken. 5900. Ja, ik had deze video nodig. En ik had ook offscreen kunnen gaan pushen. Maar ik denk dat het juist leuker is dat ik dan gewoon een halve video push video van maak. En dat we gewoon lekker aan het rammen zijn. Hoppatee, we gaan even die top... Kom op, dit is het doel, jongens. Even die top 1000 van Nederland binnen rammen. Als het 35 minuten moet duren, dan duurt het 35 minuten. Maar dat doen we wel. Kijk, als we nou één potje nog moeten spelen... Oh nee, ik hoop niet dat we tegen... Want Arrows en Nightwitch is natuurlijk vaak... Giant Graveyard. En dat hoop ik nou niet echt. Arrows vaak geen lighting, dus ik kan gewoon rustig mijn musketier in de back doen. Oké, het is weer drie musketiers. Dat is op zich prima, denk ik. Zou die dan gang hebben? Zullen we gewoon een keer gek gaan doen? Oké, nee, het geen gang. Misschien heeft hij wel gang, maar hij gebruikt het niet. De toren zit op de musketier, wat eigenlijk helemaal niet zo heel erg is. Wat betekent dat de Hawk Rider insane veel damage kan droppen. Droppen wij de Icebird hier? Wat heeft hij dan trouwens? Als hij Mecha Minion, dan moet het misschien toch Golem met een pomp zijn, toch? Mega Minion, Lumberjack, Nightwitch. Dat zijn allemaal kaarten die je ja, in een Golem deck gooit. Dus ik dacht dat het dan Golem toch is. Ja, zeker met die baby dag. Nu weet ik het heel zeker. Dat is een split. Oh, hij heeft wel lightning. Arrows lightning, want het is een Golem speler. Accepteren we deze babydraak damage. Want ik wil nu niet nog een musketier droppen. Nou, weet je, dat drop ik wel. Want ik moet sowieso een musketier straks droppen voor die Lumberjack. Nou, heeft die musketier eigenlijk helemaal niks geholpen. En dan was het een hele slechte musketier die ik beter langer kunnen bewaren. Want dan was die musketier wat meer levend geweest. Dus het is een slechte musketier. Maar ja, maakt niet, op zich niet heel veel uit. We staan dik voor. We moeten alsnog wel gaan oppassen dat we niet overrompeld worden door één push. Want hij heeft dus Golem Lightning. Dus wat we moeten gaan doen is die druk hoog blijven zetten. Ten eerste moeten we hem niet laten pompen. Ten tweede moeten we hem niet een hele grote push laten opbouwen. We moeten gelijk via die andere lane blijven rammen. Ervoor zorgen dat hij in ieder geval geen Nightwitch Golem push kan bouwen. En we moeten musketiers gaan staggen. Daar is de eerste Golem. Dan heeft hij nu geen Nightwitch in cycle. Dat is fijn, want het allervervelendste dat hij achter de Golem kan droppen tegen de deck is Nightwitch. Ik ga alvast gewoon beginnen met cyclen, want de lightning gaat ieder moment aankomen. We hebben nu alvast de... Oeh, dit is wel een lekkere vuurbal. We hebben nu alvast de... Ja, hoppatee. Oeh, hij komt daarbij met... Oké, toren weg. Toch ben ik daar niet tevreden... Gaat die pomp verdedigen? Toch ben ik daar niet tevreden over, boys. Dat we dit niet hebben kunnen verdedigen. Ik weet het... Oh, nee. Zo. Zo! Ja, dan hoop je opeens dat die... Golem niet meer... Oh, nee. Nou, we verloren dit potje. Scheiße. Huh? Zag ik dat goed? Was dat een golem op de... Even een golem. Was dat een lightning op het gras? Als dat het geval is, hebben we nog een kleine klans. Wat volgens mij is een... Lightning niet genoeg. Maar wel lightning arrows. Oké.
het niet vertellen. Ik wil het eigenlijk niet eens winnen. Oké, ik wil het wel winnen. Ik maak een grapje. Ja, waarom dop je die echo's niet eerder? Ah, oké. Eerste potje verloren. Ik ben sowieso niet goed met Hogwarts 2.6. Maar ik denk dat ik nog echt het allerslechtst ben in golem matchups met Hogwarts 2.6. Ik ben wel echt teleurgesteld in mezelf dat we dat niet hebben kunnen verdedigen. Ik ben echt teleurgesteld dat we die ene push niet hebben kunnen verdedigen. Een hele toren, hè? En ik wist hoor dat die leiding... Ik dacht dat die musketier nog wel uit de lightning range was met de kanon. En daar ging het mis. Hij pakte kanon musketier tegelijk. En ik dacht dat ik dat nog wel had kunnen voorkomen. Maar ken ik dus niet. Dus daar ging het een beetje mis. Nou, weet je, prima. Het is wel raar dat we zoveel tegen golems komen opeens. Ik weet niet of golem meta is, maar... Hey, mirror. Oké. Maar dat is wel apart. Oké, we spelen mirror matchup. Waarom doet hij geen ice golem voor zijn musketeer? Dat is heel vreemd. Oké. Het is helemaal... Omdat het helemaal geen mirror matchup is. Oké, daar komt de aap uit de mouw, jongens. Dan gaan we gelijk natuurlijk de druk zetten. Met de Hawk Rider via de andere lane. Skelly op Skelly. Ah, dat is dan net even vervelend dat hij dan een mini-pack heeft. En een what the hell? Mini-pack 1 hit vind ik prima. 2 hit vind ik niet prima. Ten eerste gek aan het doen. Dat is al een eerste minpunt. Tweede minpunt. Wat gebeurt hier nu weer, boys? Dat beginnen we deze video zo lekker. Oké, we gaan dit winnen. Alsnog. Oké, we gaan het alsnog gewoon winnen. Ja, nu is het stil. Nu weet je dat het menens is. Als het stil is... Goed verdedigd. Als het stil is, dan weet je echt hoe menens het is. Want dit gaat niet zeker op verliezen nu. Het kan niet. Het ging zo lekker deze video. Ja, ik moet deze predictions gaan gooien. Niks. Oké. Laten we even realistisch zijn, ja? Oké. We hebben verloren weer nu, natuurlijk. Ja, hebben we allemaal gezien. Allemaal om gelachen. Maar wat is dit weer van idioot deck? Zou ik bedoel? Hoe kan ik beter worden met... Hoe ik bij de 2.6 als ik tegen dit soort decks kom. Ja, weet je, wat verwacht je van me? Wat verwacht je dan van me? Dat ik opeens ga winnen van een raar deck. Weet je, dan kan je zo'n grote noob zijn. Maar dan, het is alsnog gewoon een raar deck waar we tegen spelen. Dus dan leer je er alsnog denk ik niks van. Ja, ik moet iets verzinnen, hè jongens. Ik moet iets verzinnen om mezelf hier een beetje in te tikken. Maar snap je wat ik bedoel? Ja, daarom. Alsnog is het niet heel goed. Maar het zijn wel ook idiote decks. Oké, nou laten we nu gewoon even nog 2 potjes hebben we nog. Laten we dan onze 2 losses even goed maken nu. En dan uiteindelijk, weet je, aan het eind van de streep, onder aan de streep, hebben we dan wel alsnog gewoon prima gepusht. Dan zijn we niet de top 1000 binnengekomen. Dat was ook misschien een beetje optimistisch, 250 cups pushen. Maar dan hebben we in ieder geval, nou wat is 150 cups gepusht. Dat is op zich niet slecht. Maar dan moeten we natuurlijk nu wel 2 keer winnen. Moeten we nu wel 2 keer winnen. En ik denk dat dat kan. Ik weet je in mijn ogen, joh. Yamazak. I5. Oké, nou, doen we even dit in de back. Musketier in de back.
Komt hij met die Inferno draak? Het zijn ook gewoon gekke dekjes. Misschien moeten we het nog een keer een kans geven. Ja, ik geef die Hogwarts 2.6 nu al zoveel kansen. Ik ben eigenlijk heel slecht met Hogwarts 2.6, maar ik ontken het een beetje. Ik ben een beetje in de ontkenningsfase. Maar misschien moeten we het toch nog een kans geven, want het zijn wel, ik merk dat ik langzaam beter word en het zijn wel hele rare decks waar we tegen spelen. Toch? Wat vinden jullie? Bij 4000 likes geef ik het nog een kans. Ik weet dat het mogelijk is om te halen, 4000 likes. Oh, is het niet makkelijk? Ik weet dat het mogelijk is, 4000 likes. Want ja, we halen op die TikTok-video's bijna 8k likes of 7k sowieso. 4000 likes en we doen het nog een keer. Op een hoger niveau. Als ik top 1000 sowieso sta. En dan kijken of het dan beter gaat. Het klinkt heel gek van... Ja, natuurlijk gaat het dan niet beter, Vlos. Maar dan kom je wel tegen iets normalere dekjes. En dat kan altijd helpen natuurlijk. Hogwidertje droppen we hier nu. Mecha Knight verwacht ik. Alhoewel, ik weet niet of hij die een cycle heeft. Misschien net... Ja, die heeft hij net wel een cycle inderdaad. Oké. Maar chill is dat we nu alvast een kanon hebben staan. Die skelly is ram, hè? En zie je die musket? Dat was natuurlijk niet... Dat kon ik niet timen. Dat is gewoon een, niet een glitch, maar dat is gewoon heel moeilijk om te spelen. Zag je die skellies die... die Hogwider er blokken? Dus dat was echt ziek. Want die skellies doen damage nu. Ik moet misschien iets meer met mijn skellies gaan doen. Oh, ja. Top. En dan, helaas, je had er nu door. Hopelijk kunnen die wizard nog snijpen. Nee, die kunnen niet snijpen. In ieder geval die tweede musketier levert huis snel. Ja, top. Tweede musketier. Hey, vries. Oké. Okay. Maar hij vriest niet de kanon. Dan droppen wij nu heel snel dit. Dan heeft hij waarschijnlijk wel weer Mega Knight Elixir. Nee, hij heeft geen Mega Knight Elixir. Dat is helemaal nice. Hij heeft net gezet, dus kunnen we skellies droppen. Dan houden we deze musketier heel vervelend levend. Drop ik de Hogwarts op het zijkantje. Anders heeft hij hele mooie splash damage met zijn Mega Knight. Inderdaad. Denk ik dat dit GG is. Dus GG, we gaan gauw door. We gaan heel gauw door. Nog een potje nog één potje spelen. Het is mooi dat we deze even weer winnen. We zijn weer terug. Maar met vier... Dit was trouwens echt... Je ziet hoe boos ik was. Je ziet hoe gefocust ik was. We hebben bijna geen damage genomen. De enige damage die we genomen hadden was die freeze. 6400. Dan doen we nu nog even één potje. Dan zitten we weer... Oh, wacht trouwens. Ik moet even... Ik ga zo gym. Ik voel nu een... Oh nee. Ja, tuurlijk. Ik ga nu zo gym en ik voelde mijn AirPods in mijn zak en die zijn anders straks leeg. En dan kan ik niet... Ah, dit is wel vervelend trouwens. Min 1 elixir en hij pakt 2 hits. Dat was niet per se doordat ik niet... Dat was niet per se omdat ik niet aan het opletten was, want ik had natuurlijk een hele slechte cycle daar. Nee, maar ik moet even mijn AirPods in mijn dingetje case doen, want ik ga zo naar de gym. Dat zie je ook aan het shirtje die ik aan heb. En als ik hem in een zak heb, dan heb ik straks geen elixir, zou ik zeggen. Zo, wanneer je echt versterft, slaap in een Clash Royale. Daar heb ik geen batterij meer op mijn AirPods. Dat is niet chill. Oh, dat is ook niet chill. Hoe ga ik dit stoppen? Ik wil toch vuurbal. Pak die daar. Oké, dit soort deck. Dit is wat ik bedoel, boys. Waar zijn we nu tegen aan het spelen? Wat is dit voor een idiote deckie? Sorry. Maar we spelen tegen Hogwider, Ballon, Giant Skeleton Wizard. Ja. Hoe? Oké, wacht. Hoe kan ik dit goed uitleggen? Stel. Dan moet ik even een hele goede analogie bedenken. Ik kan even niks bedenken. Maar het is gewoon dat je... Oké, nee. Ik kan het wel een beetje uitleggen. Het slaat niet helemaal ergens op wat ik nu ga zeggen. Vuurbal had ik misschien kunnen droppen voor de Minehord. Dat die Minehord komt, ja. Oké. Stel je voor, ja. Ik denk dat dit redelijk precies is met wat ik bedoel. Stel je voor. Je hebt geleerd voor een Duits proefwerk. En je komt aan daar in dat lokaal. En die docent die zegt... Sorry. Duits? We hebben een Frans proefwerk. Zo, dat is echt een hele slechte analogie. Dat ga je niet hoog halen. Snap ik bedoel? Nou ja, oké, dat is iets anders. Nee, Duits en Frans wel heel verschillend van elkaar. Ik moet het iets beter uitleggen. Stel je voor. Wacht, ik moet heel veel nu concentreren. We kunnen dit gewoon verdedigen. Stel je voor,
Je hebt Duits hoofdstuk 1, 2 en 3 geleerd. En de professor zegt van, je komt aan, je gaat op proefwerk. Je hebt alleen rammen, ik heb 1, 2 en 3 geleerd. Het zit helemaal in mijn systeem. En, oh, lekker logie hoor. Het zit helemaal in je systeem. En dan komt de docent en die zegt van, ja, het is hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. Dat is beter, want dat is er en 5 ook nog erbij. Dus dan ga je wel lekker, want je hebt wel goed geleerd voor 1, 2 en 3. Maar ja, voor 5 niet. Zo, wat ben ik echt allemaal met mijn analoge... Is dat weer bij je wat ik bedoel? Het is een soort van, je bent niet geprepared hiervoor. Het is... Het verras je een beetje. Oh. Dus ja, dat is een beetje hetzelfde met dit eigenlijk. Lang verhaal. Eigenlijk gewoon de afgelopen minuut, weet je wel, die van die meme van... Hij zegt heel veel, maar hij zegt eigenlijk niks. Of hij praat veel, maar hij zegt niks. Dat was eigenlijk wat ik net gedaan heb. Ik bedoel meer te zeggen van, je bent voorbereid op iets anders en dan opeens word je verrast. En dan is het gewoon niet wat je verwacht. In ieder geval... Ik praatte heel veel, maar ik zeg eigenlijk helemaal niks. Maar we hebben wel gewoon weer gewonnen gelukkig tegen echt wat voor een dekje. 6100 per jaar, dat maakt ook niet uit. Want het is gewoon een heel raar dekje. En daar kan je gewoon alsnog verrast door worden. We kunnen bijna weer een potje. Hè? Het zit nu helemaal in je systeem. We hebben nu gewoon een half uur gepusht. Maar, mochten we die 4K halen? Oké, we hebben 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2... Dit was een dag geleden, jongens. Dat was een dag geleden. We hebben 6 potjes gewonnen, 2 verloren. Dat is in principe niet slecht. Willen jullie dit nog een keer zien? Willen jullie dit nog een keer zien? Dat ik wel hoger sta, dan ga ik weer met Hogwarts 2.6. Ja, dan moeten we echt die 4000 likes halen. In ieder geval was het een mooie video. En dan hoop ik jullie genoten van de video. Dan mag ik even kijken. En dan zie ik jullie allemaal in de volgende video.